fijn en mooi dat u kijkt naar alweer een nieuwe aflevering van de Straten van Amsterdam. We zijn hier op het Waterloopplein. Een plein wat natuurlijk vele Amsterdammers beter kennen dan hun eigen broekzak. En vandaag zullen we het ook proberen om juist die facetten onder de loep te nemen die u zelf ook nog niet wist. Want zo gaan we langs een stel wat hier al meer dan 25 jaar woont. Hier achter deze gevels. Kijk nou, heeft u dat balkon wel eens gezien ook? Dat is toch ook... je kijkt meestal naar de waar hier in de stalletjes. Maar kijk eens om me heen. Nou, daar gaan we dus achter kijken. Voor de rest gaan we in de Mozes en Aaronkerk. Dan kunt u die kerk niet alleen van buiten wonderen, maar ook een keer van binnen. Dus dat is ook wel weer fijn. En we gaan natuurlijk het hebben over de geschiedenis, et cetera. Maar we beginnen bij het winkeltje Out of the Closet. En dat is een kringloopwinkel, maar dat is niet zomaar een kringloopwinkel. 96% van de inkomsten gaat naar het HIV goede doel. En je kan ook gratis een HIV-test laten doen. En natuurlijk zijn wij Nederlanders, dus zullen wij ook gratis live ons laten testen op HIV. Dat is daar. Maar alvorens wij naar binnen gaan, eerst even een tip. Want het is natuurlijk weer zover, hè? Hooikoorts all over the place. Nou, heeft u nou last van hooikoorts ook? Weet u wat u dan kan doen? Dan moet u een beetje vaseline in de binnenkant van uw neus smeren. Dat houdt de pollen tegen, naar het schijnt. En ververs dat vaseline wel één keer per dag. Want alleen dan werkt het goed. Daarnaast is ook uit Japans onderzoek gebleken, uit 2006 als ik me niet vergis, dat ook zoenen helpt tegen hooikoorts. Dan gaan de... allergieën die spelen minder op. Knuffelen helpt niet, dat hebben ze ook gedaan. En als u zoent, doe dat dan minimaal een half uur. Dus heeft u hooikoorts, dan weet u wat u te doen staat. Vaseline en zoenen. Dus Demi, heb jij toevallig last van hooikoorts? Of, Nee, valt mee. Helaas. Oh ja, dat vind ik ook wel jammer inderdaad. Fijn, maar anders weet u het dus. Overigens zijn we weer geheel live en dat is natuurlijk ook weer een feest. Dus kijk lekker met ons mee als u in de buurt bent. Kom even gedag zeggen. En hier dus gaan we naar Out of the Closet. En daar is niemand minder dan Chris. Goeiedag, toch? Ja, Chris Vermaak, goeiedag. Hallo, hallo, hoe maakt u het? Goed, ja. Ja? Lekker maandagmiddagje, inderdaad. Ja. Loopt het een beetje storm hier? Of, ja, nou, het is nu even een beetje rustig, maar inderdaad, lekker druk meestal hier binnen. Maar 96% gaat naar het goede doel hier. Inderdaad, 96% van alles die we binnenbrengen, al het geld gaat naar het goede doel. Maar hoe blijft u dan als winkel in leven? Nou, kosten blijven gewoon super laag natuurlijk en we krijgen gewoon veel geld binnen. Dat is juist de bedoeling van zo'n stichting, gewoon veel geld opbrengen. Ja. Nou, wat fijn. Wat een gigantische winkel trouwens. Zeg, dat wist ik helemaal niet. Inderdaad, we hebben een prachtige grote winkel kunnen krijgen. Die stond een lange tijd leeg en dat is ook voor een leuke prijs gekregen. Ja. Heeft u zelf nog dingen waarvan u zegt, dit is iets bijzonders? Ik zie daar een mooie plaat van Wim Sonneveld. Dat is natuurlijk een collectors item. Nee, inderdaad. We kregen echt van alles binnen. En het wisselt van IKEA-tafels tot echt fantastische platen. Kledingstukken van celebrities, BN'ers. Wel ook voornamelijk van Amerikaanse celebrities kregen we echt leuke spullen binnen. DJ Rush heeft onlangs gewoon binnen een container vol spullen langsgebracht. En nou ja, ik heb het niet meer nodig, alsjeblieft. Nou, leuk is dat toch, ja. Maar en hoe kwam u zo op dit idee? Is het uit uw brein ontsproten allemaal? Dat zou ik maar willen, nee. De stichting bestaat al sinds 88 en de eerste kringloopwinkel, of thrift store zoals het heet in Amerika, is in 1990 geopend in Los Angeles. En inmiddels zijn er nu, kom ik gewoon bijna wekelijks eentje erbij, 27 in de VS. Onlangs eentje geopend in New York en ook in Atlanta en Ohio. En wij zijn de eerste buiten Amerika. Nou, wat fijn. En dat gaat goed hier. En je kan hier dus boven toch een HIV-test laten doen. Inderdaad, daar gaat het om. Dat is onze bread and butter. Natuurlijk, wij zijn van de AIDS Healthcare Foundation. Mm-hmm. Dus voor ons is het gewoon belangrijk dat iedereen gewoon gratis en snel zichzelf kan laten testen. Maar weten mensen wel dat ze dat hier kunnen doen? Ja, we adverteren gewoon vrijwel veel. Maar mensen moeten het gewoon vaker opzoeken natuurlijk. Ja, voor ons is het gewoon het meest belangrijke dat iedereen zijn status kent. Want als je status kent, kan je er wat aan doen. Ja. Als je het niet kent, kan je niks aan doen natuurlijk. Ja. Dus mensen kunnen gewoon binnenlopen. En dan binnen 20 minuten hebben ze een uitslag voor een test. En dat mogen wij dat vandaag ook doen? Tuurlijk, ja, tuurlijk. En wat gaat er lang? Kijk, u ziet hier de Jodenbreestraat alweer. Ja, even kijken nemen. Nou, ook altijd gezellig, toch? Ja, de Jodenbreestraat. Jodenbreestraat, prachtig straatje. Ja. En dat is tegen de hoofdingang hier. En dan zie je een mooie grote neon erboven. Ja. Nou, mooi. Maar het gaat over het Waterloopplein, dus we gaan weer snel naar binnen, want anders krijgen we gedoe met de eindredacteur. Hier naar boven, toch, geloof ik? Dat u hier ook gratis condooms op kan halen. Oh nee, nou. Ja, en dat is natuurlijk altijd belangrijk. Veilig vrij, hè, is een hoge prioriteit. Ja. En je kunt naar links lopen. Ja. We komen hier
En hier zijn we in de testruimte. Ah, wat een ontzettend leuke jonge dame. Hallo, dag Betty. Hallo, wat fijn. Neem je even plaats. Oké. En ik leg even uit wat we precies gaan doen. Nou, het is vrij simpel. We hebben hier een formulier. En dat legt een beetje uit wat de test inhaalt. En meestal nemen we gewoon mooi rustig de tijd om dat door te spreken en zo. Mm-hmm. En dan hebben we ook een vragenformulier. Okay. En dat gaat over algemene vragen. Maar dan ook wat specifieke vragen over je geaardheid, je seksuele geschiedenis, drugsgebruik en zo. Ja. Okay. Gaan we nu niet even doornemen. Want dat nu invullen? Nou, dat is een vrij uitgebreide vragenlijst, dus dat kunnen we laten doen. Zullen we meteen beginnen met de test? Ja, laat maar. Durf je het aan? Ja, het is wel als er dan een live op televisie blijkt dat het opeens HIV-positief is. Dat zou wat zijn. Maar ja, dat is wel weer dan unieke televisie. En ik geloof dat onze eindredacteur die stelt dat op prijs gewoon. Maar ja, u krijgt natuurlijk ook wel eens mensen die inderdaad positief zijn. Nee, dat is wel verschrikkelijk, toch? Het is inderdaad verschrikkelijk. Maar natuurlijk, we hebben altijd de positieve kant van dat mensen dan hun status weten. Ja. Zodra je status weet, kan je gewoon verder met behandeling. En dat kan je leven redden natuurlijk. Ja. Maar hoe reageren zij daarop dan? Dat is toch, het leven staat op de kop natuurlijk ineens. Toch? Tuurlijk, natuurlijk. Behoorlijk afwisselend, ja. Ik ga even terug naar de test. Oh, sorry, pardon. We nemen even een paar druppeltjes bloed. Dus iedereen gaat even een kleine prikje in je vinger maken. Ja. Oké. Okay. Ja. Auw. Nou. Stel je niet aan. Valt best mee hoor. Heeft u dat wel eens gedaan? Ja, vaker. Oh, sorry. Iedereen oefent op mijn vingers. Oh. Dus ja. Mag ik uw vingers zien dan? Ja. Oh, je gaat al over de inderdaad, plek. Inderdaad. Ja. Rustig aan hoor. Ja, sorry. Nou. U doet het heel goed hoor. Sorry. Dus dan gaat iedereen wat bloed trekken. Ja. Ja. En dan gaat het zo op de test. De test die we nu tegenwoordig gebruiken is de ALERA Determine. Mm-hmm. En dat is de vierde generatie. En dat is eigenlijk een fantastische test. Want met deze test kan je niet alleen testen op de antistoffen, mm-hmm. maar ook op de virus zelf. Dus okay. In principe, de vroegere testen had je een raamperiode. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat de test was alleen maar accuraat tot 6 maanden geleden of 3 maanden geleden. Mm-hmm. Want je werd getest op antistoffen. En het duurt gewoon even voordat je lichaam die antistoffen heeft gemaakt. En het gaat echt of het AIDS-virus echt daadwerkelijk al in je inderdaad. Lichaam. Nou, je hebt nog steeds een raamperiode, maar het is nu pas 6 weken. Okay. Dus dat scheelt behoorlijk natuurlijk. En dat is... En dat geeft een veel duidelijke uitslag. Ja. Binnen 20 minuten weet u of het, inderdaad, of het raak is, zo gezegd. Inderdaad. Als je even naar de muur kijkt, dan zie je daar even het uitleg van de test. Uh-huh. En je kan gewoon, je hebt gewoon daar controle. Dus je hebt gewoon 1 streepje. Ja. En dat geeft aan of de test het wel doet of niet. Okay. En dan heb je AG, dat is antigens. En dat test nou echt op de virus. Uh-huh. En dan heb je AB, en dat is antibodies. En dan dat test op antistoffen in je lichaam. Dus dat geeft gewoon dan een duidelijke uitslag over hoe het gaat. Maar en Chris, nog even terug op het feit, hè, dat dus zijn hier mensen in de kamer die dan inderdaad opeens HIV-positief zijn. Hoe reageert u daarop dan? Is dat inderdaad, barsten die wel eens in huilen uit op uw schouder? Natuurlijk, ja. Het is gewoon... Een zware baan. Het is inderdaad een zware baan, maar wel belangrijk en wel leuk hoor. Ja. Want wij vinden het altijd belangrijk dat als iemand het weet, kunnen ze wat aan doen. En dat is zo belangrijk. Natuurlijk is het echt verschrikkelijk om te horen. Dus natuurlijk is het verschrikkelijk nieuws. Maar het kan je leven redden. Want mensen die het niet laten behandelen, mensen die gewoon zomaar de testen of zomaar de virus zijn gang laten lopen, die kunnen dan gewoon, dat kan gewoon ooit uitbloeien tot AIDS. En andere mensen bespitten natuurlijk. Inderdaad, inderdaad. Ja. Heel fijn. Nou. Wij kunnen over 20 minuten terugkomen. Inderdaad, het is nu 5:45. Okay. Dus dan kunnen we over 20 minuten om kwart over. Even bij de winkel, want dan hoeven we niet helemaal naar boven. We kunnen even onder de trap doen, maar dan meestal doen we dat helemaal niet natuurlijk vanwege privacy. Ja, maar het is nou toch privacy is ver te zoeken tegenwoordig. Inderdaad, inderdaad. Maar laten we weer naar beneden gaan. Ja, dank u wel. En u heel veel dank en tot straks. En u doet het heel fijn. Ik heb zelden zo'n fijne handmassage gekregen als. Dank je wel. En hoeveel mensen komen hier per dag ongeveer om dit te laten doen? Nou, het wisselt heel erg. Meestal tussen de 5 en de 15. Mm-hmm. Ja, dus dat is een aardig getal natuurlijk. Ja, zeker. Dus 4 dagen in de week kunnen we tot 50, 60 mensen testen in de week. Oh, ja. Dat is, nou, wat ontzettend goed werk, Chris. En natuurlijk gratis. We vragen niks. Het is gewoon belangrijk voor ons dat mensen komen testen.
En dan ook de gratis condooms. Dat moet iedereen gewoon op zijn zak hebben, natuurlijk, als ze gaan stappen. Ja, ik neem er zo nog een paar mee. Dan. Natuurlijk, moet je doen. Ja. Chris, ontzettend veel dank, zeg. En wat een ontzettend goed werk doet u. Fantastisch. Echt geweldig. En, veel plezier op de Waterloop Rijn en tot over 20 minuten. Ja, tot zo. Okay. Joe. Nou, moeder, als u kijkt, misschien kunt u beter even wegzeppen voor... Je weet maar nooit. Ik vertel het thuis wel. Wij nemen u ondertussen weer mee op dat fijne Waterloopplein... waar Johnny en Rijk ook ooit zo'n mooi lied over hebben gezongen. Hè? O, Waterloopplein. Mooi en lelijk tegelijk. Armoedig en toch ook weer rijk. Weemoed met een scheetje gein. O, Waterloopplein. Daar komen we zo op terug. Wij gaan, als het goed is, nu de Mozes en Aaronkerk in... En is hij open? Kijk, nog even naar buiten. Die fijne neoclassicistische stijl. Het is toch geweldig. Wat een zuilen. Het is... En s'nachts moet u hier maar eens langs fietsen. Het is zo geweldig mooi uitgelicht. En dat is toch fijn. Ah, hallo. Dag. Hallo, u bent? Hoi, ik ben Farid Alvarenpoer. Dag, hallo. Pieter, hallo. Wat fijn dat u er bent. U weet alles over de kerk, toch? Nou, een beetje. Een beetje. Ja. Mogen we even buiten beginnen? Jazeker, dat is goed. Ik heb een dringende vraag namelijk. Ja. Het is misschien wel... dacht ik, de Da Vinci Code van Amsterdam wellicht, als we iets verder naar achter staan. Ja. Dan zien wij hier, daar onder het timpaan of timpanon, een Latijnse tekst. Dat klopt. En dat is een fijne, wat staat er, quae fit, over de roem van Mozes en Aaron leeft voort in deze kerk, toch? Dat klopt. Maar nou zijn sommige letters zwart en sommige goud. Ja. En ik heb daar hier een keer uren... lopen staan en proberen te ontcijferen waarom dat nou zo was. En ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat u het antwoord aan weet. Ja, dat weet ik. Echt waar? Ja. Nou, brand los alsjeblieft. Nou, Latijns is dus een taal waar de letters soms ook voor cijfers staan. Ja. En dit is eigenlijk een cijfers puzzel, zou je kunnen zeggen. Want als je de gouden letters... in hun betekenis van cijfer bij elkaar telt, optelt, dan kom je op 1842. En 1842 is het moment dat de kerk in deze huidige staat, ingewijd en geopend is. Het is geweldig. dank u zeer. Dit is echt heel fijn dat we dit te weten. Handig, hè? Oh, nou. Ja. Story. Ja, ja. Dus je moet... Maar wat ik niet weet is dus bijvoorbeeld... waar letter U bijvoorbeeld voor welke cijfer staat. Nee. Wat ik wel weet is als je de gouden letters bij elkaar optelt... wordt het 1842. Kijk. Nou, dit ga ik nooit meer vergeten. Dank u geweldig. Zullen we naar binnen gaan? Ja, is goed. Toch? Wat fijn. En de Mozes en Aaronkerk? Of zeg je nou eigenlijk de Mozes en Aaronkerk? Nou, in wezen zou je Mozes en Aaronkerk moeten zeggen. Oh, pardon. Vandaar die dubbele puntjes op de A, hè? Tweede A. Je weet dat dit geen kerk meer is, hè? Nee, vertelt u. Ja. Het Mozeshuis, dat is het huis wat hiernaast staat, wat gekoppeld is aan Mozes en Aaronkerk, is sinds 1969 opgericht. En het is een organisatie waarin het kloppende, warme hart van Amsterdam eigenlijk verschijnt in allerlei activiteiten. Dus dat kan zijn educatieve activiteit, dat kan zijn concerten. In de hippietijd waren hier heel veel Indiaas-achtige concerten en dergelijke. Mooie akoestiek lijkt me hier. Ja, het is een prachtige akoestiek, absoluut. Dus als je een poging wilt doen om jezelf een goede zanger te vinden, ik zou zeggen, ga je gang. Maar doet u dat wel eens inderdaad? Als de kerk dicht is, dat u stiekem even naar binnen gaat? En, dat heb ik wel eens gedaan. Ja, dat heb ik wel eens kunt gedaan. U een kleine, toch een kleine, misschien van Johnny en Rijk, O Waterloopplein? Nou, ik zou je zeggen, als je de kans hebt om aanstaande zondag, op de Vaderdag, 16 juni, hier naartoe te komen... is een programma 's middags, Ode aan het Vaderschap. Mm-hmm. En dan komt een chansonnier, zo zeg ik dat dan, Daan Hofman, een vrij bekende jongeman. En hij komt hier ook zingen. Okay. Hij komt hier ook liedjes. Maar nu gaat u dan wel mee zingen? Als ik de kans krijg, zullen we samen zingen. Waterloopplein. Oh, Waterloopplein. Het is mooi en lelijk tegelijk, armoedig en toch ook weer rijk. Weemoed met de scheutje gein, O Waterloopplein.
Nou, u liep een beetje in de steek. Maar, ja, maar ik ken de tekst niet, lieve schat. Dus ja, dat is het probleem. Ja. Nou, klinkt geweldig. En ja. Even voor de. Dit is lijkt mooie Corinthische zuilen. Ja. Een beetje barokke stijl toch? Ja, barokke stijl. Dit is een katholieke kerk geweest. Hè? En je weet het, katholieke kerken waren verboden vroeger. Dus eerst was dit een schuilkerk. En later hebben ze heel veel, met heel veel vijf en zessen, hebben ze toch besloten om een zichtbare katholieke kerk tevoorschijn te laten komen. En in Italië, in Rome, zie je dit soort zuilen ook heel veel terug. Ja, het is een prachtige kerk. En vooral wat mij betreft de activiteiten die hier plaatsvinden, dat zou ik heel graag onder jouw aandacht willen brengen. Nee, onder de aandacht gedaan, van mensen willen brengen. Ja, een keer niet alleen maar langs, maar kom even naar binnen. Toch? Ja, kom naar binnen. Ja. En we hebben hier vanaf 9 juli tot en met 15 augustus is de kerk open. En dan worden ook rondleidingen gegeven. Dus mensen kunnen ook gewoon echt de kerk bezichtigen en ook eventueel deelnemen aan activiteiten die georganiseerd worden. En wat vindt u zelf nou het mooiste aan de kerk? Ja, er zijn heel veel plekken. Ik vind de zuilen heel erg mooi. Ook omdat ze voor mij symbool staan als fundamenten voor de samenleving. Dat vind ik wel heel mooi. Ik vind het altaar heel erg mooi. Ik werk hier niet zo heel lang. Maar op 24 maart hadden we een bijeenkomst hier. En op een gegeven moment heb ik het publiek, bijna 200 mensen uitgenodigd. Om naar het altaar te komen. Op het altaar te staan. Dus moet je voorstellen. Je had het publiek op het altaar. En ik stond in de ruimte. En toen heb ik mensen uitgenodigd om aan te geven waar zij dankbaar voor zijn in hun leven. Kijk, dat soort waarden die zijn in onze samenleving een beetje op de achtergrond geraakt. En we proberen te kijken wat zijn de waarden die ons als mensen, universeel menselijke waarden, met elkaar verbinden. En ik denk dat we dat ook keihard nodig hebben. Dat lijkt mij ook, zeker. Dus we kunnen eigenlijk concluderen, de Mozes en Aaronkerk onmisbaar voor het Waterlooplein, toch? Dat zeg je wel heel lief en mooi, ja. Ja, en terecht ook wel. Ja, en niet alleen voor het Waterlooplein. We zijn echt een stedelijke voorziening, hè. Dus de plek is het hart van Amsterdam. En we willen ook echt het hartelijke van Amsterdam levend houden. Kijk, nou, ik sluit me daar volkomen bij aan. En tot slot dan, waar bent u zelf het meest dankbaar voor? Ik ben vorige week naar Turkije geweest. Mijn vader moest daar wat dingen organiseren en regelen in verband met zijn green card voor Canada. En ik was dankbaar dat ik gezond genoeg was. Dat ik de wijsheid had om in alle drukte van mijn agenda tijd vrij te maken om voor hem te zijn. Ik ben dankbaar dat ik daar van dichtbij heb gezien hoe mensen daar in meer democratie op de voorgrond willen krijgen. En dat ik al veilig thuis ben gekomen. Ik ben dankbaar dat jullie hier zijn. Ik ben dankbaar dat u er bent. Wij moeten helaas wel weer er vandoor. Pleister nog. Nou, geweldig dat we hier even naar binnen mochten. En tot op Vaderdag. Ja, ja? Vaderdag de 16e. En kom vooral ook hier labyrinth lopen. Want hier in het midden wordt een labyrinth gelegd. Op 5, 6, 7 juli. Je weet niet wat je meemaakt. Kom terug. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Ontzettend veel dank. En heb nog een hele mooie en fijne dag ook. Kijk nog eens goed hier naar de fijne. Ja, ik kan hier uren rondlopen en je ontdekt steeds meer. Dat is fijn. En ook hier, let op nog even die gouden en zwarte letters. 1824 was het toch? Ja. Ja, 1824. Oh, 1842. Oh, pardon, 1842. Ha, en dan staat daar inmiddels Pascal. En Pascal die weet eigenlijk alles over het Waterlooplein, nietwaar? Hallo, alles goed met jou? Ja, zeker. Ja. Met u? Ja, zeker weten, goed. Toch, u weet alles over het Waterlooplein? Nou, veel, maar niet alles. Nee. Je bent straatmanager, toch? Ik ben straatmanager inderdaad, straatmanager van het Waterlooplein. Dus iedereen die een klacht heeft, die komt eigenlijk bij u terecht? Nou, liever niet natuurlijk. Nee. Klachten hebben in principe gewoon de dingen bij de gemeente voor enzovoort. Maar wat ik eigenlijk probeer te doen is namens de ondernemers en de marktvereniging het Waterlooplein te verbeteren. Dus heel veel beleidsdingen aan de hand. Er komt een grote herstructurering. Maar ook tegelijkertijd leuke acties en dingetjes. We hebben bijvoorbeeld, er komt een grote herstructurering?
Ja, die staat op de rol. Staat gepland voor 2015. Maar wordt het hele waterrooplijn vernieuwd? Wat zinvol is. Dus er worden de ingang van de metro wordt aangepakt, de bestrating, misschien ook wel de opstelling van de markt. Eigenlijk allerlei dingen op het plein wat mooier en aantrekkelijker te maken. Maar even terug naar de basis. Het Waterloopplein, hè, genoemd naar de Slag bij Waterloo, toch? Zeker weten. Wist je dat jarenlang nog in Nederland ook tot aan het eind van de 19e eeuw een feestdag was, het Waterloodag? Nee, dat wist ik niet. Nou, dan leert u ook wat van mij. Nou, mooi. Vroeger was hier water, toch? Dan? Dit was een gracht. Ja. En tussendoor, zeg maar, dat wijkje was Vlooienburg. Ja. En dat heette Vlooienburg omdat het regelmatig overstroomde van de Amstel. Mm-hmm. En dan had je hele kleine straatjes, veel nijverheid, houtbewerkingsbedrijven. En ook heel veel kraampjes voor de deur, dus eigenlijk zit het er al lang in. En dit was dus inderdaad een gracht. Nou, die is een houtgracht, toch? Ja, houtgracht. En daar had je ook nog een gracht lopen, die is ook gedempt. De Leprozengracht, inderdaad. Ja. Ondertussen is daar op een gegeven moment hier de markt ontstaan. Die heeft nog hierachter gezeten. Nou, in de tussentijd is ook de opera gebouwd. Nou, wij noemen het zelf eigenlijk de klaagmuur, omdat we het niet zo'n knappe muur vinden. Nee, het is toch mooi iets anders. Er had ook wel een verdiepingje afgekund. Het zorgt veel voor wind en het houdt ook eigenlijk de zon weg. Dus ja, er zijn natuurlijk wat wordt over gemopperd, laten we het zo zeggen. Ja, dus, maar goed, aan het gebouw kunnen we natuurlijk niet zoveel doen. Maar met die herstructurering wordt er bijvoorbeeld ook gepraat om de onderkant open te maken, zodat het wat opener uitstraling krijgt. Mm-hmm. Dat is een van de dingen. Ja, daarnaast doen we ook allemaal leuke reclame dingen of evenementjes waarmee leuk in het nieuws komen. Dus daar zijn we mee bezig. Maar woont u hier zelf ook? Nee, ik woon hier zelf niet. Nee, Vindt u dat jammer dan? Ik zou hier best graag willen wonen. Ja. Dan woon ik zelf in de Indische buurt, ben ik heel blij mee. Ook niet mis, toch? Nee, hartstikke leuk. Maar goed, ik heb wel een heel enthousiast... ik hou wel echt van het Waterloopplein. En als u zegt het Waterloopplein in één zin, hoe zou je dat dan omschrijven? In één zin? Ja. Jantje lacht, Jantje huilt, denk ik. Ja? Ja. Het kan echt alle kanten op. Het is een heel stemmig plein. Dus het kan zomaar heel erg, heel erg vrolijk en blij en leuk zijn. En soms als het weer echt slecht is, dan... Dan voel je hier als eerste natuurlijk. Dat is wel, ik vind het te gek. Ik vind het echt een Amsterdamsplein. Ja, met een hoop. En we gaan nu ook bij u bekend, langs bij Cor en Johan. U gaat even mee naar boven, toch of niet? Ik loop wel even mee. Hartstikke leuk. Ja. Toch? Want die mailen wel eens maar u met klachten en dat soort dingen, toch? Over het plein? Of wat voor klachten zijn dat dan eigenlijk? Ja, dat is heel variabel. Het gaat over karretjes die lawaai maken of dat... Hallo, AT5. Yes! Ja, verschillende dingen. Het kan over geluid of lichtoverlast zijn. Maar het gaat meestal wel even over wat informatie. En als mensen dan weten waar het over gaat, dan valt doorgaan ze wel mee. Maar eigenlijk kunnen we concluderen dat u een beetje toch de godmother van het Waterloopplein bent inmiddels. Toch of niet? Nou, laten we niet overdrijven. Nee. Maar goed, er zijn ook heel veel leuke dingen waar de buurt aan meewerkt. Ze hebben bijvoorbeeld ook een museum. Dat heet Pronkstukken in de buurt. En daar werken bewoners, maar ook mensen van de markt mee om verhalen te vertellen. Dus dat staat op de rol. Dat in het najaar in het Houtkappers Dwars komt er een klein winkeltje. Een soort museumpje. Ja, fijn, wat een feest allemaal. En feestelijk. En daarover gesproken. Cor en Johan, hier al hoe lang? 25 jaar, 28 jaar wonen ze hier al. En als ze er zijn natuurlijk. Ah, wat fijn. Hallo, dag. Hi. Johan. Dag. Wat fijn dat we binnen mogen komen. Hi. Ja, natuurlijk. Laten we even de hele rit. Hallo. Dag, en u bent Cor. Hi. Toch? Hallo, Pieter. Ik ben u aan het volgen op de televisie. Het is toch wat? Het is een wonder van techniek, toch? Vindt u niet? Vindt u het wat, de uitzending? Of heeft u zoiets van, ik vind het maar zo lala? Ik vind het altijd heel erg prettig om naar te kijken, die uitzendingen van jou vooral. Leuk om te horen. Ja, zeker. Maar het is altijd een beetje interessant. En je ziet nog eens dingen die je normaal niet zo goed ziet. Nee. Dus, en nu weer in, wat een gigantisch mooi huis hier aan het Waterloopplein. Ja. Toch? Je bedoelt deze kant uit? Gewoon uw hele huiskamer hier. En stijlvol ingericht ook. Zeg, mooie kunst ook. Bent u een liefhebber of... Het is met hem begonnen en ik ben gewoon de aanvuller geweest. Ik hoor je nog vanaf met een tussenpoos van 8 jaar, 66. Toen is deze flat gebouwd. Mm-hmm.
Door toeval liepen daar met een vriend liepen we er langs. En toen zeiden we, god, er staan de flats te huur midden in de stad, Waterloopplein, hoe bestaat het? Dus we hebben gebeld met de makelaar. Die zei, ja, we hebben ze te huur. Dus toen is dat op de gang gekomen. Dan heb ik eerst gewoond op 133. En dat is nu 151. En toen ben ik 8 jaar weg geweest naar de PC Hoofdstraat. Had ik een flat, ik had een ruzie gekregen met mijn toenmalige huisgenoot. En toen moest ik daar weg. En toen ben ik maar naar de PC Hoofd gegaan. Er was verder ook niks meer te krijgen. Dus een klein 2-kamer flat. Nu een jaar of 8 kreeg ik het er ook zat. En toen dacht ik, nou, ik moet toch weer ergens anders naartoe. En toen dacht ik, ga mijn oude huisbaas weer eens bellen. En die zei, ja, ik heb toevallig een flat vrij, dat is deze flat. En ik was natuurlijk altijd keurig met de huur, dus ik mocht meteen die... Mag ik een onbeleefde vraag, maar hoeveel betaalde u dan destijds voor... Wat? Hoeveel betaalde u dan voor deze woning? Dat weet ik niet meer, Maar wat dure grap op? Het was buiten de huurgrens, zeg maar. Maar ik woonde met een collega die ook aardig verdiende, dus dat was nooit zo'n probleem. Ik geloof dat het 700 gulden was in de maand, ja. Ja. Dat valt reuze mee voor deze locatie, toch? Maar in die tijd was dat toch een behoorlijk bedrag, ja. Maar bent u een beetje gelukkig hier op het Waterloopplein? Hartstikke. Ja? Ja. Maar waarom dan? Wat vindt u zo fijn aan het Waterloopplein? We hebben een prachtig uitzicht. Iedereen zegt, oh, dat vreselijke stadhuis. Nou ja, wij wonen er tegenover. Het valt heel erg mee, je ziet het niet eens meer. Ik vind het niet mooi, maar goed, het is niet anders. Goed, lelijk is ook wel weer mooi, toch, vindt u niet? Ja, nou, daar ben ik niet helemaal mee eens, maar goed. Ja, dat zeg ik soms tegen de spiegel, 's ochtends, maar goed. Maar de markt heeft natuurlijk ook zijn keerzijde af en toe. 'S morgens vroeg beginnen ze al om 7 uur op te bouwen. Dat maakt nogal wat herrie, weet je wel. Ja. Nou ben ik doof geworden. Dus daar heb ik er niet zoveel last meer van. Ja, dat is wel weer een bijkomstig voordeel. Eigenlijk nou, dat heeft een voordeel, hè. Dus... Daar slaap ik er wel doorheen. Maar ja, als je hier pas gaat wonen of je komt hier logeren, dan schrik je wel van het opbouwen van die markt. Want dat is met tamelijk veel herrie. Gaan al die ijzeren stellages gaan, worden neergezet en het gaat... Maar komt u nog wel veel op de markt ook? Ik kom eigenlijk nooit op de markt. Nee? Ik loop er alleen maar langs. Okay. Ja. Maar ik ken natuurlijk wel de mensen die hier de marktkolenaar, die aanstaan, tegen ons huis staan of de rest. Ja, ik ken ze van zijn gezicht, maar... Het is ook niet meer echt een rommelmarkt. Hè? U bent een beetje expert op het Waterlooppleingebied. Is het veel veranderd? Vroeger was het een echte rommel. Die de mensen verkocht. Hier tegenover stond Henk, zo'n hele grote kerel. En die verkocht echt roestige fluitkegels, zeg maar. En daar zei iedereen, hoe kan die man daarvan leven? Nou, dat moest je niet vergissen hoor. Die verdiende aardig daar beneden, met die rommel. Maar tegenwoordig is het allemaal... Ja, modeartikelen. Sloten ook en dat soort. Ja. Die meneer daar die heeft nog leuke half antieke spulletjes. Voor de rest, ja, boeken zie je nog wel eens. Voor de rest is allemaal tweedehands kleding. En ook niet mis, maar toch de allure van vroeger is een beetje verdwenen. Ik ben echt een rommelmarkt. Ja. Vroeger was het echt een rommelmarkt. Maar nu is het wat, ik heb flikt, zeg maar. Dus een beetje... En tot slot dan, een cijfer als bewoner voor het Waterloopplein. Wat zou u geven? Een cijfer? Ja. Laat ik niet meer zijn. 9. Ja. En u bent u het daarmee eens? Ik ben het er helemaal mee eens. Ik had het ook in mijn hoofd. U mag klagen wat u wil. En vindt u hier ook nog weg dan eigenlijk wel? Ik vind hier echt heerlijk. We hebben alles in de buurt. Hier achter is Albert Heijn. Er is winkels om hier. De apotheek zit, de drogist die eronder. Hiernaast zit een cafeetje. Daar op de brug heb je ook een heel leuk café. Het is fris. Waar we graag zitten. Ik kom eigenlijk de buurt niet uit. Dat heerlijk om te horen. Zeg, Cor en... Johan, heel veel dank. Okay, ik kan nu nog uren, prachtig, echt, ik ben jaloers op die schilderijen. Daar kunnen we nog uren weer wederom over doorgaan. Ja, maar fijn dat we ze die toch even mochten zien. Pascal, gaat u met ons mee of blijft u nog even hangen? Dat kan ik begrijpen. Wij gaan nog even kijken wat de uitslag is van de HIV-test. We gaan weer naar beneden. En misschien kunt u ondertussen even kijken we hebben het al een paar keer genoemd, naar die fijne Johnny en Rijk die het Waterloopplein zo mooi hebben toegezongen. En echt ieder woord raakt daarvan, ieder woord, werkelijk waar.
Een beetje door de stad, ik had geen doel, ik deed maar wat. Toen bleek ineens, ik stond er weer, als iedere keer. Die oude plek in Amsterdam, waar ik al duizendmalen kwam. En waar ik altijd weer wil zijn, het Waterlooplein. O, Waterlooplein. O, Waterlooplein. Het is mooi en lelijk tegelijk, armoedig en toch ook weer rijk. Dus mee moet met een scheutje gein, het Waterlooplein. Ja, prachtig, toch? Vindt u niet? En als u dat niet vindt, excuus daarvoor. Maar u kunt er niet omheen dat die tekst is echt, nou, briljant. Op de muziek natuurlijk van Au Champs-Élysées. Nou, laten we even kijken. Ik hoop dat de test klaar is inmiddels. Hey, dag. We zijn er weer. Ja. Nou, mooi. En heeft u goed nieuws? Of, goed nieuws. Ja? Ja. Oh mijn god. Ja. Hier... Laten we even kijken naar de test. Mm-hmm. Als we hier kijken bij de AB-streep, dat is voor de antistoffen, geen streep. Dus dat is goed nieuws. Fijn. Daar bij de EAG voor de antigens, voor de virus zelf, geen streep. En daar bij de C voor controle heb je wel een streep, dus de test werkt. Oh, gelukkig. Dus, nou, fantastisch nieuws, toch? Nou, Cor, echt, pak van mijn hart, werkelijk waar. Ik had zoveel moeite om het te concentreren net, ook al was het zo razend interessant. Maar ik zat toch, het zal maar zo zijn. En dan, ja. Nou, wat fijn. En ga vooral zo door. En echt duizendmaal dank. En, nou, hartstikke bedankt. En dank dat jullie zijn vandaag langsgekomen. Ja, nee, ja. Zeker. Dan gaan wij nog even naar buiten. En dan danken wij u zeer. Hey, tot ziens. Ja, dag. Is Pascal hier nog ergens dan? Ja, Pascal. Pascal, we komen aan afronden toe. Nou, Pieter, heeft u nog iets waarvan u zegt, dit moet de Amsterdammer weten over het Waterlooplein, wat we nog niet hebben behandeld? Nou, ik zou zeggen, hou onze website in de gaten, Waterlooppleinmarkt is dat. En we hebben ook een Facebookpagina, daar staan ook echt heel veel in over wat we allemaal aan doen aan kleine dingen. Dus bijvoorbeeld de komende maanden werken Marco Blieden samen met studenten van de Fashion School. Ik bedoelde eigenlijk meer op nog een leuk weetje of zo, waarvan leuk u zegt, dat kunnen we in onze achterzak steken. Goh, nou, er zijn er zoveel dat ik echt even moet nadenken. Zit er nog eentje uit uw mouw? Oh, jeetje. U heeft een bodywarmer aan, dus dat, ja. Ik moet even, ja, jeetje. Leuk weetje. Een leuk weetje. Jongens, een leuk weetje. Weet je een leuk weetje over Waterlooplein? Het is vandaag 1943. Laszlo Biro vraagt het octrooi aan op de balpen. Op... Maar ja, dat heeft niet zoveel met het Waterlooplein te maken. Nee, ik zit ook echt even hard te denken. Nee. Nou ja, voor de rest heb ik nog wat staan. Ja, die hooikoorts dus. Demi, ik hoorde jou net wel niezen. Nou goed, dan zijn we er. Nee, ik kan niet zo even verzinnen. Mijn excuus. Nee, nee, nee. Ik ben het over België. Ja. Over België? IJsven. Nee, 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 nee. Ja, Waterloo, dat ligt natuurlijk in België. Dat klopt inderdaad. Dus België, ja. Het is België. Oh, u bent Belgisch? Ja, ja, ja. Wel in Nederland geboren, maar nou ja, net zoals zoveel mensen in Amsterdam. Is dat de reden waarom je toch naar het Waterloo, hè, het Belgische stadje, het Waterloo? De voornaamste reden. Ja? Ik denk Waterloo, daar moet ik zijn. Nou, wat fijn om te horen. Dat is hem. Nou, zo. Nee, precies. En zo is het ook, zo moet het zijn, hier op het Waterlooplein. Dank voor het kijken. Morgen zijn we weer in een andere straat, of misschien een plein, maar het programma heet toch de Straten van Amsterdam, dus het is ook wel raar dat we dan weer op een plein zijn. We hebben vandaag alleen deze kant van het Waterlooplein behandeld, en ik beloof dat we binnenkort ook de rest van het plein een keer zal behandelen. Dus maakt u zich niet druk. Maar dank voor het kijken. Ook dank iedereen voor het meewerken. Het was toch weer een uitzending met pieken en nog meer pieken. Dus dank u zeer. En morgen zijn we er weer. Geheel live. En cameraman Dirk bedankt. Demi, wederom geweldig werk weer. Pascal, heel erg bedankt.